Hi Steenbok, welkom bij jouw diepe, intuïtieve, wekelijkse tarot-reading met Annemiek van Tarot en Zo. Ik had kaart voor je getrokken, ik was verrukkelijk op gang in een sessie voor jou. En toen zei de camera, ja, ik zit vol, je moet me eventjes ontladen. Dus ik moest even wat upladen en downladen, beyond laden. Ik ga dezelfde kaarten weer gebruiken. Ik voel dat ik, nu ik jullie weer spreek, een dag later weer in diezelfde flow zit. En je ziet aan die big smile van mij dat het een hele gunstige reading is. Dus blijf bij me. Uiteindelijk zijn alle readingen gunstig. Want zelfs als je wijzen op een pijnlijke plek, dan wordt die in het licht gezet. En alles wat duisternis is, kan alleen maar licht worden als je het in het licht zet. Naarmate je er meer bereid toe bent, maar ook als iemand je erop wijst van, hé, kijk hier eens even na. Het gaat er niet zozeer om dat mijn clips kloppen, van, oh ja, dat is inderdaad hoe ik ben, of wat er gebeurd is, of wat er zal gaan gebeuren. Maar wat kan jij eruit halen voor jezelf, Steenbok? Yes? Dat alles gezegd hebbende, de orde van de dag, deze kaart, oh, hij is niet helemaal, het is de kaart van de zegen. Het is iemand die zorgeloos een stap neemt. Het is ook een beetje dus de kaart de dwaas, nummer 0, dat je risico's kan nemen. En het zit hem helemaal niet in grote risico's. Voor sommigen trouwens wel hoor. Maar eigenlijk voor de meeste van jullie zit het hem niet in. Moet ik nu aandelen gaan kopen of verkopen? Of een huis kopen? Of dat ene huis verkopen? Of nieuwe tv? Zal ik investeren in een relatie? Of in een affaire? Of kan allemaal. Maar het zit hem ook in kleine dingetjes. Van kleine dingen binnen je huishouden veranderen. Binnen je dagelijkse routine veranderen. En het zal positief uitvallen. Het zal positief uitvallen. Je krijgt er een zegen over. Dat betekent dus dat er is hulp. En als je daar niet in gelooft, het is een makkelijke tijd om de boel neer te zetten. Er worden twee dingen van je gevraagd. Echter. Munten 7. Heb geduld. Heb geduld. Je hebt iets gezaaid en voordat je het kan oogsten, moet het eerst groeien. Daar waar jij mee bezig bent geweest, afgelopen week of in deze periode, en je hebt het nu in je hoofd, of een persoon, het moet nog groeien. En daarna ga je voelen hoe gezegend je bent dat die persoon in je leven is. Of dat je gezegend bent hoe goed je het hebt qua materie. Of hoe fijn het is om opgelucht te zijn. Dat de boel losgelaten is. Dat er een heleboel emoties in balans zijn gekomen. En het andere wat je ervoor moet doen is kelken 8. Daar waar je, dit zijn twee verschillende dingen. Ja, dit is iets positiefs, dus wat gaat uitgroeien tot iets nog positievers. Tot iets waar je een zegen over gaat krijgen. Voor sommigen van jullie geldt dat iemand ook letterlijk gaat zeggen, oh, ik voel me zo gezegend dat je dat en dat voor me hebt gedaan. Of sommigen gaan ook letterlijk het woord zegen tegenkomen de komende week. Deze readings zijn tijdloos, hè. Dus betekent dat al kijk je over een jaar pas naar deze clip, dan geldt die week alsnog voor jou ook, hè? Ja, en de rollen zijn verwisselbaar. Dit kan over je partner gaan, over een kind van je gaan en over jou. En ook binnen de reading kan het wisselen. En dit is dus een andere situatie waar je veel, of een persoon, situatie of persoon, waar je veel energie in gestopt hebt. Veel, voor sommigen ook zelfs veel geld. Misschien wel een huis gekocht of zo. En deze kaart die zegt van, laat het los. Loop erbij weg.
Je hebt er veel in geïnvesteerd en het allerbeste nu om te doen is weg te lopen. Dat was het voor vandaag. Er zijn nog een heleboel andere clips die je kan bekijken. Ik heb een clip gemaakt over ogen die 's ochtends als je wakker wordt, dat ze dicht zitten. Of zelfs als het constant is, kan je de clip bekijken. En mocht je niet geïnteresseerd zijn in uiterlijk of daar geen last van hebben, er zitten sowieso heel veel gezondheidstips in. Dingen die heel gemakkelijk toe te passen zijn in je leven, maar waar je niet bij stil hebt gestaan. Maar het is heel veel common sense, heel veel huistuin- en keukentips die ik daar rondstrooi. Yes, oké. Heb een fijne week verder, Steenbok. Liefs, dankjewel voor het abonneren. En deel de clips alsjeblieft, als je er blij mee bent. Dank je.